We zijn hier in het hart van de Europese Unie in Brussel en we vieren vandaag het succes van het burgerinitiatief Stop de Kooien en de Cage Age. 1,6 miljoen mensen hebben gesproken tegen het dierenleed dat aangericht wordt door de kooien in de veehouderij. En het is nu aan de Europese Commissie, die in dit mooie gebouw hierachter zit, om actie te ondernemen. Over 1,5 miljoen signatures voor dit initiatief. Wat een achievement. Het is tijd voor een change. En het is tijd voor een change nu. So let's make Europe cage-free. And let's end the cage age. Thank you.